Vandaag ga ik er een beetje een lui lekker dagje van maken. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Vandaag ga ik er een beetje een lui lekker dagje van maken. Er staan al een aantal dingen op mijn to-do-list, maar we zien sowieso hoe ver dat we komen, want ik wil er een keer een echte zondag van maken. Dit is gezellig in mijn pyjama ontbeten. Oei, ik denk dat tandpasta aan mijn mond. Dan heb ik me omgekleed, mijn tanden gepoetst en mijn bed opgemaakt. Hi. Ik heb een brood. Het is een brood die ik heb gekocht bij Leclerc in Frankrijk. Voor 29 cent, met de andere helft erbij uiteraard. Maar ik ben zo stom geweest om dit brood hard te laten worden. Nu heb ik gelezen op het internet dat je dit onder de kraan moet steken. En dan nat maken. Dat gaan we even doen. Maar niet zo super nat, gewoon een beetje vochtig. Ik vind dat heel raar om te doen. En nu zou je dat een tiental minuutjes in de oven moeten steken op 170 graden. Dus we zullen zien dat mijn brood dan nog zo hard is. Binnen enkele minuten kom ik terug in mijn tijd. Mijn pistolet eruit gehaald en hij is echt hoe zacht, maar ik heb niet het gevoel dat hij te zacht is. Ja, wij komen. Jullie noemen dat misschien wel anders, een brood of zo, of een stokbrood, maar wij noemen dat een pistolet. Vandaag eten we een vegetarische hotdog met knokworstjes. Woe! En nu Chateau Meiland! Zoals je vast al ziet. Nou, dan doe je dat hek toch lekker zelf? Ik zit nu aan aflevering 4. Nee, wacht. 5. Van Chateau Meiland in het eerste seizoen. En ja, die hond is wel agressief tegenover mensen, maar kunnen ze dat niet anders oplossen dan dat beest een spuitje te geven? Of dat de hele dag op te sluiten in een hek? Ik snap wel dat die hond geen mensen mag aanvallen als je een B&B hebt, maar doe een beetje rustig. Er zijn tussenoplossingen. Het kan. Vooral, ik heb nu het boek gelezen van die wolf, die iemand die samenleeft met een wolf. En als je een wolf kan trainen, moet je ook een Franse bulldog kunnen trainen. Komt goed. Ik heb net mijn 101ste vlog geëdit. Dit is mijn 102e vlog, hier op Volvo Vlogs. Ik ga puzzelen. Ik had er zin in en het leek mij de ideale activiteit om te doen op een chille zondag. Ik heb net een Netflix filmpje gekeken en tijdens de Netflix film heb ik qua yoga gedaan en enkele oefeningen. Bij een oefening ben ik met mijn knie op de grond gevallen. Gelukkig doet het niet echt veel pijn. En nu ga ik slapen, want morgen is het werkendag. Voor heel veel mensen de eerste schooldag. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!